Yo beste kijkers van de Cool Rico Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag natuurlijk weer een gloednieuwe Manticore video. Ik ga als allereerste heel even mijn Mindtopia Research Pack uitzetten. Want anders ga ik daar zo meteen sowieso last van krijgen. En dat heeft alles te maken omdat ik dan dadelijk, als ik in game ben, al alles moet doen nog. We gaan Manticore doen en PvE. En ik ga jullie wat tips en tricks geven van, hey, waar moet je op letten bij natuurlijk Manticore? Nou ja, sowieso tip 1, doe lekker rustig aan. En tip 2, loop veel naar het noorden toe, want in het noorden ga je hogere zones krijgen, dus betere kistjes. Let natuurlijk op zombies. Kijk, die zombie bijvoorbeeld, die ziet mij niet. En als ik daar, als het goed is, niet achterloop, en dan zie je onder zie je, je XP-balkje. En daar kun je dus zien hoe hard en hoeveel geluid je maakt. Ik maak nu bijna geen geluid omdat ik er langs shift. En dat durf ik ook, want hij kijkt me toch niet aan. Hij kijkt me nu in dit geval wel aan. Hij moest echt net omdraaien ook, hè. Echt super awesome dat die... Wow. Ja, dat soort zombies, daar moet je voor opletten. Want die zombies, die kunnen jou potionen. Ik ga hier via die boom omlaag even kijken. Hier zo. En voilà. En dan gaan we even kijken. Ja, een beetje damage kan geen kwaad. Nou, we gaan sowieso niet rennen. Dat is ook een tip. Oh, ja. Oké, okay, daar staat er ook een. En wat bijvoorbeeld ook heel handig is, om op zulke plekjes te gaan staan waar ik bijvoorbeeld nu op sta. Dat zijn nou ook van die plekjes. Daar kunnen hun jou niet op raken. En wij kunnen hun daar ja, op dit moment ook niet op raken. Dat is een beetje jammer. Maar dit zijn wel de juiste plekjes om eventueel op te kunnen gaan staan. Kijk, zie je? Ik kan ze nu bijvoorbeeld wel raken. En hun mij niet. Zo, en zo, zoals jullie kunnen zien, zijn ze weer dood. Nou, kunnen we verder. We moeten naar het noorden toe. Volgens mij staat daar het paard. Dus moeten we dadelijk heel even kijken waar het noorden is. We gaan even dit kistje pakken. Hopelijk zien ze me niet. Zo min mogelijk geluid maken. Heel belangrijk. En dan gaan we het kistje pakken. En dan hebben we één voet erbij. Het noorden, dat is even kijken, westen, noorden. Dit is naar het noorden toe en dat gaan we dus ook aanhouden. En we gaan dus dit pad dadelijk daar volgen. En we moeten recht door dat huis heen en dat is eigenlijk een best wel een groot huis. Met ook heel veel zombies, let er ook heel erg op. En af en toe is rushen beter dan langzaam lopen. Want als je rust namelijk, dan kun je dus de zombies vaak achter je laten. Hoewel de level 1 zombies die kunnen jou toch niet bijhouden. Dus dat is geen probleem. Oké, nou, we meteen even looten. En zo hebben we weer wat armor. Hoppa. Altijd handig trouwens om armor erbij te hebben. Oh, en nu gaan we heel hard rushen. En dan gaan we deze kant op. En we moeten ook deze kant op. En we hebben net genoeg eten om deze rush dingen te doen. I think so. Want ze gaan hier best wel snel al lopen. Deze is al helemaal snel, maar die heb je ook binnen één klap dood. Meteen killen die mensen met een dragon head op. Want die kunnen nogal vervelende bleeding effect aan jou geven. En dan ga je dus langzamerhand dood als je geen bandage hebt. Als het goed is, blijf je ten alle tijde een zombie voor van level 1. Zoals je kunt zien. Kijk, deze die kan me niet bijhouden. Dus je kunt gewoon lekker lopen. Don't raak in paniek of zo. Gewoon lekker lopen. Yay! Nou, dus wat hebben we nu al aan tactieken? Lekker sluipen. Net zoals hier bijvoorbeeld ook, hier zitten zombies onder. Maar als het goed is en we gaan sluipen, dan zien ze ons niet. Zie je? Het was dat hij zich omdraaide. Hij draaide zich om en daarom zag hij mij. Anders had hij me niet gezien en dan had ik hem gewoon, was ik er langs geweest. Maar ja, we gaan hem even killen. Up, komt er nog één. En waarschijnlijk komt er nog één. Ja, oké, mooi. En dit is de brug die ik eigenlijk heel vaak overga. Dus precies aan de andere kant van het gebouw. En dan komen we uit in eigenlijk een iets moeilijkere zone meteen. En dat is zone 2, dacht ik. En wat wij natuurlijk kunnen doen is een tactiek. Dat is hier via het water en al die bootjes gaan looten. Is trouwens ook best wel een mooie tactiek om te gaan gebruiken. Maar ik kies toch voor de huisjes. Omdat ik gewoon iemand ben die veel liever in huisjes zit. Dus dat ga ik ook doen. En je kunt een kaart vinden op het forum waar ook alle locaties op staan. Zodra er bijvoorbeeld zombies achter je aan zitten, ga ik even laten zien, is dit een hele mooie om te doen. Kijk, er zit nu een zombie achter me aan. Het is een hele slome zombie. Oh wel, hij kan aardig rennen volgens mij. En dan ga je gewoon in een safe house zitten. En dat is bijvoorbeeld dit. En zoals je kunt zien, de zombies kunnen niet bij mij komen. Oh, nice. Oké, mooi. Nog een tip is van speel maar twee personen.
Als je met twee personen namelijk speelt en je klikt eerst linkermuisknop bandage, linkermuisknop ornament, linkermuisknop op de schaar, dan hiel je je medespeler. En daardoor heeft dus die medespeler op dat moment dat hij meer levens van jou krijgt. En dat is uber chill, laat ik het zo zeggen. Want daardoor kan het dus zijn dat als jouw teammate bijna dood is en je revived hem, dat hij het daardoor langer kan halen. En zo zijn er eigenlijk nog veel meer tips. En een van de tips nog ook is om let op het cijfertje boven de XP-balk. Want dat is hoeveel dorst je hebt. En op 0 krijg je damage. Dus zorg dat je altijd water bij je hebt. En dat heb ik dus in dit geval ook. Water is heel belangrijk. Kijk, hoppa. En hij is dood. Mooi. Nou, ik heb dus water. Ik heb eten. Ik heb alles wat ik nodig heb. Een heal potion zelfs. We gaan even kijken hoor. Want hier zo binnen staat er ook één. En dan hebben we er nog eentje van deze. En dit was dus bijvoorbeeld handig geweest als er... Oh, ik heb er nu al 3 van die. Dus ja, op dit moment heb ik er eigenlijk heel weinig aan. Hier zo staat een heel mooi huis trouwens. Een glowstone huis. En dit glowstone huis is super handig. Want het is trouwens wel een hele moeilijke locatie. Er zitten heel veel mensen van een hoog level. En die kunnen dus ook sneller lopen zoals je die gast achter mij kunt zien. Wat ik nu ga doen is, ik ga heel hard naar binnen rushen. En ik zit daarvoor aan de verkeerde kant. Want zoals je kunt zien, deze kunnen echt super hard lopen. Zag je? Ja, ik heb er meteen 2 achter me aan. Ja, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ja, ja joh. Nee, dit haal ik nooit. Ja, misschien. Heel misschien. Heel misschien. Oh, bijna. Ja. Oké, mooi. Nou, meteen even healen. Oké, nou, dit hebben we ook weer overleefd. Want hier zo, dit is zo'n spot. Daar komen altijd hele moeilijke uit. Dit was volgens mij zelfs zone 3. Ik weet het even niet 100% zeker. Oh, er komt er eentje aan. Ja, er komen er weer meer aan. En dit is ook wel weer een hele leuke tactiek om te gebruiken. Dan ga je gewoon heel even sprinten. Het kost eten, dat weet ik. Het kost zelfs heel veel eten, zoals je kunt zien. Want ik kan niet meer rennen. Oh. Ik lig nog wel een beetje op mijn voorsprong. Dat is wel fijn. Oh, kijk, er komen er steeds meer bij. Oh. Maar als je hier eenmaal in dit gebouw bent, dan heb je hier weer een hele mooie safe spot. En dat is hier binnen. Hier naar links. Hier naar rechts. Hier. Maak je het poortje dicht en dan kunnen ze niet meer naar je toe komen. Ze kunnen er wel komen. In dit geval gaan ze niet komen omdat ik ze kwijt ben geraakt. Omdat ik flink ben gaan sprinten. Maar hierboven liggen ook altijd hele goede kistjes. En daar gaan we dus ook naartoe. Jullie weten misschien wel van andere video's. Hier ben ik al vaker geweest. En als je hierboven bent en je bent met 5 man of 4 man. Dan spawnen hier dus ook heel veel level 3 tot 4 poppetjes. En dan kun je altijd allemaal een beetje zien aan wat voor wapens ze bij hebben. Wat voor armor ze dragen. Laat even weten of jullie sowieso ook iets hebben gehad aan deze tips. Want sommige tips die wisten jullie misschien al. Sommige hebben jullie misschien zoiets van. Nou, dat is handig om te weten. En ja, kijk, het is ook wel een spel dat moet je eigenlijk, of ja, je moet het niet, maar het beste kun je het in een team spelen. Want dan kun je elkaar dus ook healen en dat is heel belangrijk, want als je elkaar niet kunt healen, ja, dan ben je vaak meteen de klos. Even kijken. Het is hier nu vrijwel rustig en dat heeft gewoon te maken omdat ik hier alleen ben. En ben je alleen, dan komen er dus ook vaak geen zombies. En dat is wel heel fijn, daar bovenop staan er wel 2. Wat eten, altijd goed. Eten niet te vergeten natuurlijk. Daar ligt een kistje, nou dan gaan we naar buiten toe. En hier kun je dus altijd, dit zijn er al 2 en buiten voor mij nog een stuk of 3 kistjes looten. Kijk, dit is een 3. Voor iemand die het ook nog niet wist, je kunt je kleding repareren door ze langs elkaar te zetten en dan zo op te pakken. Dat geldt dus ook voor het zwaardje. Zet ze naast elkaar en je hebt weer meer durability. En dan gaan we hier naartoe en dan gaan we even kijken hoor. Aan die kant staan nu 3 zombies. Ja, dit is ook volgens mij zo'n plek waar heel veel zombies spawnen. Oké, nice. Ik heb dadelijk gewoon een compleet zwaardje weer. Op, nee, je gaat aan de kant blijven. Jij blijft aan de kant. Mooi. Lekker klikken. Opstakkerdee. En hij is dood. Mooi. Even kijken. Dan doen we die. Doen we die. Doen we die. Doen we die. En go. Kijk, hoppa. Heb ik weer een heel zwaardje. Hoeveel kisten hebben we nu al geloot? Volgens mij 4 toch? Dan is dit 5. Oeh, hier zit zelfs chain in. Dat is nog beter. Ik hoor hier van alles nog wat. Allemaal geluiden. Op. En dan hebben we hier daar nog 1 kistje te gaan. En wat daarin zit, hopelijk een stone swordje of zo. Ik hoop het echt oprecht. Oh. Wat? Hij zag me niet? Oh, hij zag me wel. Ik wou zeggen, volgens mij ziet hij me niet, joh. Maar hij ziet me wel. Oké, doeg. En probeer ook natuurlijk die zombies op afstand te houden. Heel belangrijk. Dan ga ik dit even repareren.
heb ik natuurlijk een betere chain boots. Oké, okay, nice. Ja, het enige wat we nu kunnen doen is naar onder gaan. Wat we ook zouden kunnen doen, dat is bijvoorbeeld als je lui bent en je hebt zoiets van, hey, of je zit er bijvoorbeeld te denken heel veel poppetjes, dan ligt die hier als het goed is hieronder. Kijk. Dus dit kan een einde van de video betekenen als het misgaat. Maar dan zou je, als je heel veel zombies achter je aan hebt, kun je daarop springen. Ja, weet je, we gaan het gewoon proberen en anders is gewoon de video afgelopen. Dan hebben jullie al wel al een aantal tips gehad natuurlijk. Nee! Dat zat ook een keertje. Oké, nou, dat moet je dus never, nooit doen. Oké. Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben gehad. Ik wil jullie bij deze allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.